Als men mij vraagt of DTB enthousiast is over de invallen van het gerecht bij PostNL, dan is mijn antwoord ondubbelzinnig ja, natuurlijk. Maar als men mij vraagt of dat voldoende zal zijn om de sector van de e-commerce op punt te zetten, dan is het antwoord negatief. Er zal meer moeten gebeuren dan dat. De e-commerce is een sector die in volle expansie is. Iedereen bestelt wel eens een pakje. Iedereen wil wel eens binnen de 24 uur zijn bestelling thuis geleverd krijgen. Dus de sector groeit enorm. Tussen 2019 en 2020 is de omzet van de e-commerce en de gig economy bedrijven gestegen met 50%. En een van de grote spelers, Amazon, die binnenkort in België, in Antwerpen actief zal worden, die zag het laatste kwartaal van 2020 een omzetcijfer van ver boven de 100 miljard. Dat is enorm, dus de expansie van de sector is groot. Maar heel vaak gaat die expansie ten koste van de werknemers van de sector. BTB publiceerde recent een zwart boek over de praktijken van PostNL en GLS. En daaruit bleek duidelijk dat het businessmodel van die bedrijven gebaseerd is op schijnzelfstandigheid. Ze hebben zelf geen koeriers in dienst, maar ze besteden die uit aan schijnzelfstandigen. Kleine ondernemers die alle risico's moeten dragen en die heel weinig rechten hebben. Ze kloppen werkdagen van 12 uur per dag, maar worden maar voor 8 uur betaald. Ze hebben 200 adressen te leveren per dag op een gewone werkdag, maar vaak is het 300 en soms zelfs 400 pakketten per dag, wat absoluut ondoenbaar is in een normale werkdag. De werkdruk is enorm. We hebben vermoeide chauffeurs die moe achter het stuur zitten en die risico's nemen. Dat is ook een probleem voor de andere weggebruikers. Dus we spreken hier over moderne slavernij. We spreken hier over uitbuiting. En het is zo dat we willen dat er daar verandering in komt. Wij willen absoluut dat de sector opgeschoond wordt. Dat het gerecht optreedt is goed. En dat de minister die bevoegd is voor de post een nieuwe postwet wil stemmen of laten stemmen, waar die bedrijven gedwongen worden om eigen personeel in dienst te nemen, dat is een goede zaak. Maar het is natuurlijk ook zo dat de onderaannemers van die bedrijven moeten geresponsabiliseerd worden en dat het bedrijf dat onderaanneming organiseert verantwoordelijkheid moet nemen ter zake. En daarom zal BTB zijn strijd in de sector verder zetten. BTB zal blijven opkomen voor de werknemers in de e-commerce sector. BTB is de referentievakbond voor de logistiek en voor de e-commerce en zal dat in de toekomst ook blijven. Werknemers van die bedrijven zoals GLS, zoals PostNL, zoals DHL, zoals Amazon, die kunnen met hun problemen bij BTB terecht. Of ze nu werknemer zijn of schijnzelfstandigen, we zijn vast van plan om ze te helpen en om hun problemen te helpen oplossen. Maar wat we vooral willen, dat is dat die grote spelers, die gig economy bedrijven, geresponsabiliseerd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor wat er in hun transportketen gebeurt. Zij zijn verantwoordelijk voor de misbruiken die er eventueel bij hun onderaannemers gebeuren. En zij moeten daar aansprakelijk voor gesteld worden. BTB zal zich blijven inzetten voor de werknemers in de e-commerce.